niet schelen dat jij in één grote leugen leeft. Hilde de Baardemaker in een nieuwe politiereeks. Ik kan alleen maar zeggen wat ik gezien heb. Kan je ons 5 goede redenen geven waarom wij met z'n allen naar Koppers moeten kijken? Oké, dus als je niet een tijd hebt om al die boeken te lezen van Tony Koppers, moet je kijken. Dat is al een goeie. Oké, 2. Als je toch wilt ontdekken of Lise Meerhout ooit lacht in de reeks, dan moet je kijken. Ik kan al zeggen, ze lacht 1 keer. Dus als je mij, dus misschien moeten we daar al een soort prijsvraag doen. Wanneer lacht Lise Meerhout? 1 tip, het is aan de telefoon. Het is een slimme serie, dus als je slim wil overkomen, kijk. Het is een mooie serie. Als je van mooie fotografie houdt, kijken. Scandinavië. Het heeft niks met Scandinavië te maken, maar het heeft de Scandinavische feels. Iedereen die van de Scandinavische reeksen houdt, zoals The Bridge bijvoorbeeld. Ik vind het ingetogen en prachtig gespeeld. Als je Bert Verbeke zijn fiets wil zien pikken, allez, gepikt zijn, en hoe zijn reactie daarop is... Dan moet je zeker kijken. Ik vind het schattig. Het wordt ontzettend mooi in beeld gebracht. Echt waar. Er is heel minutieus terug gewerkt aan heel veel aan de kadraadjes. En ik vind het echt super mooi in beeld gebracht. Ze kon niet meer leven met schuld. Waar zijn jij mee bezig? Kan je ons 5 redenen geven waarom we met z'n allen naar Koppers moeten kijken? Het is ongelooflijk mooi qua beelden, vind ik, qua sfeer. Het heeft een hele juiste sfeer, vind ik. Goeie gastacteurs. Dus ja, de hoofdacteurs zijn sowieso goed, maar we hebben het nu even over de gastacteurs. De gastacteurs zijn ook echt heel goed gekozen. Dat is ook toch niet altijd het geval bij alle reeksen. Wacht, Lise Meerhout. Ja, ze is, of ze ooit... een geaardheid kiest, moeten we misschien ook wel kijken. Want dat vind ik toch ook wel straf. Ze is zoekende. Kan gebeuren, vind ik. Het is niet lief dat telt, het is de liefde, denk ik dan. Hè? Ja. Het is een spannende serie. Omdat het spannend is, denk ik, om naar te kijken. Ik heb maar 2 niet meer. Moet goed oppassen. Omdat na nieuwjaar heb je toch wel goesting zo om in uw zetel te liggen en gewoon de maandagavond een goede serie te zien van Vlaamse bodem. Ja, voor iedereen die toch een beetje op de hops en de honger zit van eens een politiereeks te zien die toch een beetje de platgetreden paden ontwijkt. En dat denk ik dat we dat wel hebben gedaan. Op een goede manier, zonder echt per se vernieuwd te willen zijn. Want dat is een policier, blijft een policier. Er zit zo een kantje aan. Het is een donkere vak, gitzwarte serie. Omdat ik erin meespeel, 4. Voilà. Ja, Lotte roept, vind ik eigenlijk heel goed. Ik had al gesproken over de goede adcriptie, maar eigenlijk ja, Lotte Pinois zit erin. Dus ja, waarom zouden we niet kijken als Lotte Pinois erin zit? Ik ga nog eens haar naam zeggen. Lotte Pinois. Lotte Pinois, Lotte Pinois, Lotte Pinois. Lotte Pinois. Omdat Hilde erin meespeelt, 5. Omdat Luc Wijns erin meespeelt, 6. Bert Verbeke speelt erin. Allee, zo Joris Hessel, zo. Allemaal leuke mensen om naar te kijken. Als je graag puzzels legt in een soort van whodunit, wie is de mystery murderer, dan moet je kijken. Want ja, elke aflevering krijg je gewoon wel gewoon de oplossing uit het brein van Lise Meerhout. Jij toch wel even, hè? Wat soort flik zijn jij eigenlijk? Ik zit echt in de shit. Koppers, vanavond bij VTM.